Bij het staatsziekenfonds zijn er enkele veranderingen gaande. Zo heeft minister Amar Ramadien van Volksgezondheid eerder deze maand een nieuw stichtingsbestuur geïnstalleerd dat het bedrijf moet doorlichten en reorganiseren. Dit moet resulteren in een duidelijke verbetering van de effectiviteit van de zorg. De bewindsman heeft op vrijdag 28 augustus 2020 een bezoek gebracht aan het SZF. Hij kreeg er een rondleiding en hoorde de knelpunten van het personeel aan. Nou, ik vond het een geweldige eer dat de minister in zijn drukke programma toch wel ruimte heeft gemaakt om een bezoek te brengen aan de Stichting Staatsziekenfonds. Hij heeft het regelmatig gezegd dat hij dat zou doen vanaf mijn aanstelling als waarnemend directeur. Maar we hebben zelf gezien hoe druk zijn programma is. Maar hij heeft me toen gisteren gezegd van nee, morgen kom ik zeker, omdat SZF voor mij ook heel belangrijk is. En ik ben blij dat hij is gekomen en dat we met hem kunnen delen hoe wij hier werken, dus hoe onze werkplekken zijn ingericht. En dat hij ook een beeld heeft als hij over SZF praat, van waarover hij praat en met en wie de mensen zijn en wie, wat de afdelingen doen, et cetera. Dus dat vond ik wel heel fijn. Nou, dit bezoek is inderdaad vandaag door mij en wat stafleden van het ministerie gebracht. We hebben een kennismaking meer gedaan met de leiding. En we hebben een oriëntatiebezoek gedaan over de diverse afdelingen binnen het SZF. De bevindingen tot nu toe, we hebben kennis gemaakt, we hebben wat afspraken gemaakt. Er is een nieuw stichtingsbestuur geïnstalleerd, zoals u dat weet. Maar ook nog hebben wij enkele belangrijke stafleden buiten functie gesteld. Het is meer in het kader van een onregelmatigheden die zijn geconstateerd. En in het kader van een neutrale aanpak hebben we die maatregelen moeten nemen. Dus het is goed dat ook de personeelsleden, die een beetje in ongewisse waren gekomen, dat wij dat bezoek hebben gebracht om aan te geven dat de overheid nog steeds full control heeft over SZF. En dat wij van mening zijn natuurlijk dat het SZF een goede leiding moet krijgen. Dus we hebben wat afspraken gemaakt met de tijdelijke waarnemers. En dat traject gaan we uitzetten samen. Nou, de minister heeft voorafgaand aan de rondleiding heb ik een onderhoud met hem gehad, waarbij hij zijn beleidsgebieden naar mij toe, naar SZF toe, heeft hij geprioriteerd. En dat heeft hij met me in een nutshell besproken en de bedoeling is dat ik daarmee aan de slag ga. Wat mag de samenleving verwachten? Zoals u weet is er een beetje ruis binnen de samenleving van hoe staat het met mijn verzekering en zo. Vooral met de nieuwe ontwikkelingen bij de SZF, gaat het ook gepaard met dat van ons? Nou, de nieuwe ontwikkeling, als u bedoelt wisseling van de wacht, dat mag nooit een reden zijn dat de diensten gestagneerd worden. Dat mag niet en dat zal ook niet zo zijn. Wat het overige betreft, ik denk dat we daaromtrent in overleg zijn met de autoriteiten. Maar feit is, voor nu zullen degenen die daar behoefte aan hebben, zullen niet verstoken worden van de diensten. Wat we hebben gezien de afgelopen jaren, en dat kan ik gewoon keihard opzeggen omdat we de bewijzen daartoe hebben, is dat het principe van basiszorgverzekering gebruikt is als politiek instrument. We hebben gezien dat mensen zelf die kapitaalkrachtig zijn, mensen die eigenlijk in staat geacht worden voor zichzelf te kunnen betalen, zelfs in aanmerking kwamen voor dit soort kaarten. Wat betekent eigenlijk dat je onterecht gebruik maakt van een dergelijke voorziening die de overheid betaalt. En als we praten over de schuldenlast en de druk op de overheidsbegroting, dan is dit een van de voorbeelden. Dus de inzichten van de nieuwe regering zijn eigenlijk dat wij willen gaan naar een nieuw registratiesysteem. We willen het bestand wat we nu hebben overhanden gekregen, willen we goed analyseren. We willen een goede inventarisatie maken van wat zijn de criteria om te zeggen dat je recht maakt op een gesubsidieerde ziektekostenverzekering. En als je dat gaat doen, en nu met COVID is het ook moeilijk, want je moet ook vaak fysieke inspecties doen. Je moet je fysiek oriënteren bij de mensen thuis. Dat hoort eigenlijk zo te zijn. Daarvoor is er een sociaal-maatschappelijke dienst.
Maar we hebben ook gevallen gekend waarbij mensen gewoon met ID-kaart, met een 10, 20 ID-kaarten gaan en ze kregen een pasje. Elke pas kost geld. Met elke pas kan je overal terecht, wordt ervan uitgegaan. Je kan röntgenfoto's maken, je labonderzoek doen, je kan naar de huisarts, naar de specialist. Maar elk bezoek en elk product waarvan je gebruik maakt, kost geld. En de kosten zijn niet weinig, zijn niet laag. Dus wij willen als nieuwe regering zeggen, ja, we hebben een pot voor de mensen die niet kunnen betalen. Maar ons beleid is er wel op gericht in het kader van besparing, bezuiniging, verlichting van die overheidsdruk. Dat je wel de mensen die wel in staat zijn te betalen in kaart brengt. Met ze communiceert van luister, we hebben geconstateerd dat je onterecht gebruik maakt. Geef ons aan, we kunnen aantonen dat je wel in staat bent. Dus vanaf nu ga je zelf moeten betalen. Dus ik bereid de samenleving alvast voor. Het is geen drukkende maatregel of wat dan ook. Het is gewoon, we moeten eerlijk zijn naar elkaar toe. Ik heb in mijn vorige rol als huisarts ook gewerkt en ik weet precies. Er kwamen ook mensen bij me die kapitaalkrachtig genoeg waren, maar met een basiszorgkaart rondliepen. Wat in mijn ogen natuurlijk onterecht is. Want die alleenstaande moeder, ver weg op meer zorg of ergens anders, die 5 kinderen heeft en ook niet werkt, die moet het bij wijze van spreken, als het niet goedgekeurd is, zelf betalen. Dus we moeten gaan naar een stukje balans terugbrengen en dat is dat traject wat we uitzetten.